Wij zijn bezig met een rondgang door het Nieuwstraatkwartier in het kader van de Week van het Huren. En dat is bedoeld om voor corporaties om naar buiten te treden en om op een of andere manier in contact te komen met huurders om te laten zien van, nou, hier zijn wij en wij hebben er een thema aan verbonden. En het thema is minder steen, meer groen. En dan vooral richten we ons op de voortuinen. En dat is een thema wat wij als Beter Wonen, maar ook de gemeente Almelo omarmen op dit moment. Omdat het in het kader van de klimaatontwikkelingen onder andere toch een probleem kan worden als er steeds meer verstening is. Vooral in de voortuinen, maar ook in de achtertuinen, overal. En dus dat brengen we nu in dit geval onder de aandacht bij de bewoners. Ja, mijn handtoot de tuin was 30, maar ik woon hier 60 jaar, en je weet toch nog wat. Hoe reageren de mensen? Die is verschillend. In zijn algemeenheid leuk, verrast omdat we aan de deur komen. En mensen zijn, zoals hier, moet ik zeggen, in de eerste aanzet van het Nieuwstraatkwartier in de Elzenstraat. Nou, heel leuk. Er zijn al heel veel mensen die een plantje in ontvangst hebben willen nemen en ook willen planten in de voortuin. Maar het is verschillend. Sommige mensen zeggen ook van prima idee, alleen we houden toch onze stenen erin. En dat heeft soms te maken met dat mensen op leeftijd zijn of soms te maken met dat beide mensen, beide partners werken en kinderen hebben en gewoon geen tijd daarvoor. Het staat hartstikke leuk. Het is een vlinderplant. Het trekt dus ook, als de bloemen in zitten, trekt het de vlinders aan. Dus het is ook voor een beetje voor de biodiversiteit. Een regenbui is dat het water eigenlijk niet goed weg kan. Het kan niet de grond in. Met de hitte, dat in de zomer, wanneer het toch al heet is, dat die stenen de hitte opnemen en dan ook weer afstralen. En natuurlijk dus de natuur, het behoud van de bloemetjes en de bijtjes.